Kopje koffie, krantje en een mooi uitzicht. Iedere ochtend wordt Gerard Vonken daarop getrakteerd. Dat ik het leuk vind om ver weg te kijken. Ik vind het ook leuk om hier koeien af en toe voor de deur te zien. Maar hoe lang blijft dat nog zo? De gemeente heeft plannen met een deel van het weiland aan de Van Rietlaan. Nou, de toekomst is dat er over enige tijd in het verlengde van mijn huis een groot parkeerterrein komt voor vrachtwagens. Voor Vonken en zijn buren is het 100 passen lopen en dan... Dit is de plek, ja. De plek des onheils in hun ogen. Hier een vrachtwagenparkeerplaats aanleggen is onveilig, vinden ze. Over de aangrenzende weg fietsen kinderen en daarbij zou het volkomen onnodig zijn. Er is een alternatieve mogelijkheid op IJsselveld in Montfoort. En die plek is daar speciaal voor bedoeld, is slechts op 2,8 kilometer bereikbaar. En dan zouden ze hieruit komen, de vrachtwagenparkeerplaats in Montfoort, waar Linschoten officieel onder valt. Maar daar staat de aanhanger van vrachtwagenchauffeur Ronald van den Hadelkamp niet. Dat is ook een parkeerplaats voor iedereen toegankelijk, dus daar schieten wij niet veel mee op. En dus kiest van den Hadelkamp voor een doodlopende straat in Linschoten in de buurt van zijn huis. Maar ook daar is het voor iedereen toegankelijk en dat geeft ellende. Kijk, dat bedoel ik. Deze clipsjes, die maken ze los. Vinden ze leuk. Voor zijn aanhanger is de toekomstige vrachtwagenparkeerplaats een uitkomst. Die hoek waar wij nu gaan parkeren is goed toegankelijk. En als er zometeen boompjes omheen staan en het hek is eromheen, heeft niemand meer last van ons. Maar de omwonenden durven dat te betwijfelen. Ze blijven het idioot vinden dat juist de Van Rietlaan een vrachtwagenparkeerplaats krijgt. Ik snap er niets van. Echt niet. Het is geld weggooien van de gemeenschap. €146.000 om precies te zijn. En het uitzicht.